De voorzitters, waarnemend voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de diverse hoofdstembureaus zijn vandaag beëdigd. Voor elk district is er een hoofdstembureau ingesteld dat belangrijke taken en verantwoordelijkheden krijgt toebedeeld. Minister Bronte Somaharjo van Binnenlandse Zaken zei bij de installatie dat zijn departement, anders dan de vorige verkiezingen, nu zeer voortvarend te werk gaat en in een vroeg stadium diverse werkstructuren instelt om de komende verkiezingen veel beter te kunnen organiseren. Vandaag zijn de hoofdstembureaus van alle 10 districten geïnstalleerd. In aanloop naar de verkiezingen van 2025 zult u als hoofdstembureau verantwoordelijk zijn voor verschillende verkiezingsprocedures, vanaf de kandidaatstelling van de DR en RR-leden tot de aanvaarding van hun verkiezing. Met de wijziging van de kiesregeling is in oktober 2023 de kandidaatstelling van de DNA-leden nu een verantwoordelijkheid van het Centraal Hoofdstembureau. U zult nauw samenwerken met het Centraal Hoofdstembureau, omdat u samen met dit orgaan de verantwoordelijkheid draagt over het goed functioneren van de verschillende stembureaus die in de verschillende resorten in uw district zullen worden opgezet. Minister Somaharjo wees de beëdigde leden van de hoofdstembureaus erop dat zij op de dag van de stemming een belangrijke... een belangrijk voorportaal zijn voor het Centraal Hoofdstembureau aangaande de verkiezingsresultaten. Hij herinnerde hen eraan dat zij als hoofdstembureaus onder andere verantwoordelijk zullen zijn voor de verwerking van de verschillende procesverbalen en de stemopneming die vervolgens zullen worden doorgeleid naar het Centraal Hoofdstembureau. Het is alom bekend en ook vaak dat Suriname een goede naam heeft als het gaat om de organisaties van goede en eerlijke verkiezingen. U zult daarom dan ook moeten begrijpen dat bij de aflegging van de eed of belofte uw integriteit en plichtsbesef van eminent belang zijn om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren. Tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden zullen er zich momenten voordoen waarbij van u coördinatievermogen en soms tactvol optreden wordt verwacht. Ik ben ervan overtuigd dat de keuze op u om zitting te mogen nemen in het hoofdstembureau een weloverwogen besluit is op basis van uw motivatie, inzet en deskundigheid. De bewindsman zei dat er verschillende trainingen georganiseerd zullen worden voor leden van de hoofdstembureaus om hen de nodige handvaten en instructies aan te reiken. Het trainingstraject moet resulteren in verdere ondersteuning en capaciteitsversterking van het centraal.